De IDB heeft een lening van $30 miljoen goedgekeurd voor het PURP2-project. Dit programma is bedoeld om het cultureel erfgoed van Paramaribo nieuw leven in te blazen, met de focus op het restaureren van historische gebouwen, verbeteren van openbare ruimtes, benadrukken van culturele betekenis en waarborgen van de UNESCO-werelderfgoedstatus. De financiering zal ook stedelijke planning en beheer van de werelderfgoedlocatie ondersteunen en een overheidsinstantie oprichten voor het beheer van het erfgoed van Paramaribo. De Surinaamse regering voldoet aan de afspraken met het IMF door het uitvoeren van het herstelprogramma, inclusief het digitaal administreren van sociale uitkeringen. Op de website gov.sr zijn updates beschikbaar met het overzicht van de verschillende uitkeringen. Tot maart 2024 hebben 94.149 personen een koopkrachtversterking aanvraag ingediend, waarvan 39.428 zijn goedgekeurd. Efficiënte opschoning van bestanden heeft het aantal KKV-ontvangers verminderd. Van de ontvangers is 61% vrouw en 39% man. Belastingplichtigen in Suriname worden gedurende de SAS-HUBA-periode van 2 tot en met 30 april gratis geholpen bij het invullen van hun belastingaangiften. Deze service is beschikbaar voor kleine ondernemers, loontrekkers met andere inkomsten, geremigreerden, gepensioneerden en AOV'ers in verschillende districten, waaronder Paramaribo, Nikeri, Kommewijnen, Saramaka en Wanica. Aangiftebiljetten zijn te downloaden.